Minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zegt dat de opmerkelijke prijsverhoging van eieren haar is opgevallen. Gisteren is voor aanvang van de reguliere ministerraadsvergadering stelde de bewindsvrouw dat ze eraan zal werken om eieren ook op te nemen op de lijst van basisgoederen. Eieren is een aangelegenheid van het ministerie van LVV. Maar ik weet, kijk, iedereen gaat nu opdrijven met de prijzen vanwege de situatie in het land ook en de koersstijgingen. Dus we doen van ons kant uit een beroep dat men rekening houdt met de situatie. Ik hou ook rekening met dat stukje van de ondernemers, dat zij ook heel veel kosten maken, maar dat we niet overdrijven aan een winstmarge. Snapt u? En bijvoorbeeld eieren is geen importproduct, dus we hebben het niet in de basisgoederenlijst. Maar ik ben bezig de basisgoederenlijst uit te breiden en te gaan kijken of wij veel meer producten kunnen halen in de basisgoederenlijst, maar ook goedkoper producten. U heeft pas gezien dat ik een launch heb gedaan op het ministerie van Economische Zaken als het gaat om menstruatiearmoede. Dat we hebben laten zien dat er ook manverband is van 11 SRD, maar dat er ook manverband is van 150 SRD. Dus zo willen we die bewustwording ook brengen naar het volk toe. De minister merkt verder op dat het volk ook wordt opgeroepen om bewust te gaan kopen en te kijken naar de prijzen. Er zijn wel goedkope alternatieven voor een aantal producten. Het probleem waarbij mensen snoep als wisselgeld terugkrijgen van winkeliers is naar zeggen van Kuldeep Singh onacceptabel. Dus u heeft gezien, ik heb... Vrijdag is er een bekendmaking van ons eruit gegaan dat dat geen wettelijk betaalmiddel is. Als ik die Chinees, als ik zeg van luister, oké, kom met snoepjes, geef me een pak suiker. Dus dat kan niet. En ik heb een bekendmaking de deur uit gedaan. Het is ook in andere talen vertaald. Dus dat men het volk moet weigeren. Het ministerie gaat niet overal kunnen optreden, maar het volk moet gewoon zeggen, nee luister, ik moet mijn kleingeld terug. En u moet gewoon niet accepteren. Het ministerie heeft die bekendmaking al gemaakt dat het geen wettelijk betaalmiddel is. Dus nu is het aan u gelegen om te zeggen van nee, luister, dit accepteer ik niet. De minister zegt dat zij het volk binnenkort ook zal informeren middels een persconferentie. Ze doet een beroep op winkeliers en handelaren om niet aan prijsopdrijvingen te doen. Het is het volk dat onnodig de dupe wordt van deze praktijken.